Goedemorgen, dames en heren. Het is zondag. Het is zonnig weer. Dus ik stap zo van een fietsie. En ik ga even richting Kastikum. Maakt me lekker. En ja. U ziet daar wel opname van. Mijn ontbijt bestaat vanmorgen uit ei ontwikkeld met kipfilet. Ik heb gisteren besloten om de koolhydraten nog meer naar beneden te gaan doen. En ik wil deze week gewoon weer proberen 2 kilo kwijt te raken. Door training en door mijn eten aan te passen. Onze vriendin is er ook weer. Ze kijkt heel onschuldig. Maar ik zie u later weer. Met vedelus in mijn oren sta ik hier nu. Ik heb nu 11 kilometer gefietst. En ik ga zometeen de duinen in. Dat is daar waar u dat ziet. Het is ook verschrikkelijk koud. Ik dacht dat ik wel alleen met een trui en een loopshirt naar buiten kon, maar ik heb een jas aangetrokken. Man. Het is echt hartstikke koud. Ik heb zelfs handschoentjes aan. Om de kou. Voor de kou. Ik denk dat het net 10 graden is. Ik ben toch altijd blij dat ik mijn cameraatje bij heb. Want ik sta hier nu midden in de duinen. En er komen allemaal rijtuigen voorbij. Hij mag wel even zwaaien hoor. Ik zit hier nu te lunchen in Gasterij Kronenberg, midden in de duinen. Het is nog steeds koud, maar het is zo druk binnen dat ik naar buiten moet gaan eten. Dit is mijn lunch. Ijsmuiter met kaas en tomaat. Ik ga zo weer fietsen, want ik bevries wat hier zo. Ben ik weer. Ik heb 33 kilometer gefietst, waarvan 10 kilometer tegenwind in en ik ben nog niet thuis. Ik heb nog een aantal kilometertjes en dan hoop ik thuis te wezen. Maar ik was weer eens een keertje verdwaald in Heemskerk. Maar gelukkig met de communicatiemiddelen van tegenwoordig. Telefoon kreeg gewoon een navigeer en ik kom toch weer thuis. Dus ik ben nu op weg naar huis met forse tegenwind. Zo, weer thuis na 42 kilometer gefietst hebben. Ik ben een beetje kapot, maar zometeen komt er rugby. En dan kan ik even lekker op de bank gaan liggen. Ik heb ook nog een mededeling. Ik heb drie jaar geleden een ongeluk gehad. En toen was mijn alle tandjes die waren eruit. Dus ik had een kunstgebied. En nou onder het fietsen moest ik hoesten. En mijn kunstgebied valt op de grond. En in Diggelen. Dus ik heb alleen nog een ondergebied.
Dus ik zal helemaal snel afvallen, want ik moet eerst weer een mogengebied hebben. Dus ik kan alleen maar vloeibaar eten. Kut. We zijn weer aangekomen van wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond uitgebreid, maar met heel weinig koolhydraten. Ik heb forel en ik heb paksoi. Het worden twee aparte gerechten. Maar dit heb je ongeveer nodig. Dat is voor de forel twee plakjes ontbijtspek. Venkelknol, die leg je nog niet, maar die moet ik even pakken. We eten de paksoi met schijfje ananas. Mini mais. Dat is het. En natuurlijk een klein beetje peper en zout. De forel heb ik bedekt met de ontbijtspek. Daarbovenop heb ik de rode ui, die heb ik in partjes gesneden, of tenminste in plakjes gesneden. En daarbovenop zit weer de boter om het geheel te garen. En zo gaat hij 20 minuten de oven in. Zoals u ziet, ik heb alles al voorbereid nu. Ik heb de mini mais gesneden, de ananas, de paksoi. En ik ga zo de wok in. En ik gebruik weer de kokosolie, die ik al weken gebruik. Het is veel, veel beter voor je. Er zitten weinig vetten in, wel veel verzadigde vetten. Dus het is beter, het is eigenlijk nog beter dan olijfolie. Zo, alles zit erin. Behalve het bladgroen van de paksoi. Dat is, dat doe ik altijd. Het roerbak, eerst het witte gedeelte van de paksoi. En daarna doe ik het blad erbij. Waarom doe ik dit? Omdat je dan kan zien hoe op die witte stelen al flink zacht zijn geworden. Zo, we zitten aan tafel. Ik heb de koolhydraten heel erg laag gehouden vandaag. 15 gram. Tenminste bij deze maaltijd. Dat ziet er toch weer vrolijk uit. We hebben forel uit de oven. Met ontbijtspek en rode ui. En ik heb er een klein beetje rijstwijn bij overheen gegoten. Voor een beetje smaak. Nou, dan hebben we paksoi met mini mais. En ananas. In oestersaus. Dus, en alles bij elkaar is dat 15 gram aan koolhydraten. En iets ongeveer van 300 kilojoule of calorieën. 300 calorieën. Dus het is een hele magere maaltijd, maar wel ontzettend goed en lekker. Later kijk ik naar rugby. Het zijn de laatste in de poolfase. Ik had gisteren een hele feestdag. Ik denk, 10 jaar de wereld draait door. Een heel programma. Ze stoppen ermee. Maar nee, helaas. Dus we zullen er nog meer weg moeten sappen. Met al zo'n schreeuw 99 en zo'n ja-knikker. Nou ja, en een mannetje uit Rotterdam.
Ik word er een beetje misselijk van daar zo. En al die PvdA bitsprink aan, die er langs komen. Als je maar een vriendje bent van Diederik, dan mag je op televisie.